allemaal en wat super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie mijn MAC-stash zien. Niet op schepperig overkoop, maar gewoon ik vind deze video's zelf ook leuk om te zien. Gewoon om te zien hoe de kleuren bij iedereen staan. Dus ik ga je vandaag wel laten zien welke MAC lipstips ik heb. Welke ik het liefst gebruik en hoe ze eruit zien op mijn huidskleur. Zodat je een beetje een ideetje hebt. Dus laten we beginnen. Ik gebruik trouwens ook een aantal lipliners van MAC. Ik heb er hier vier. Ik heb er nog één, maar die heb ik toevallig aan mijn moeder uitgeleend. Ik heb Chestnut, dat is een donkerbruine. Ik heb Cherry, dat is een mooie rode. Vino, daar zit wat meer paars in. En Half Red, die is wat roziger. Ik begin met de eerste twee lipkleuren van MAC. En dat zijn de wat lichtere lipkleuren, een beetje de roze tinten. En dan heb ik als eerst Lip Blossom. Dat is een hele mooie kleur, die had ik gekocht toen ik ging trouwen. En die draag ik altijd in combinatie met Half Red. Dus die ga ik even opdoen en dan zal ik even kijken of ik ondertussen ook even de swatches kan laten zien. En dan zien jullie hier Lip Blossom. Dit is een beetje een hele transparante, zachte, lichtroze kleur en dit is een luster. De reden dat ik altijd de lipliner gebruik is zodat ik eigenlijk binnen de lijntjes blijf en dat de kleur iets langer blijft zitten. Dan gaan we deze even weghalen. Daarvoor gebruik ik micellair water. Die bijna op is van Ziaya. Dan gaan we door naar Whirl. Een hele super bekende populaire kleur. Lekker roze, nude-achtig. Voor mij niet nude natuurlijk, want ik ben bruin en niet roze. Maar die gebruik ik altijd in combinatie met Chestnut. Een hele mooie bruine kleur. En dat doe ik eigenlijk bij deze kleur, zodat mijn lippen niet wegvallen vanuit mijn gezicht. Zeg ik dat goed? Kleur. Ik zat heel lang te twijfelen om deze kleur te halen of niet. Ik zag alweer allemaal andere beauty bloggers en toen dacht ik, zal ik het doen of niet? En toen was ik in de Bijenkorf en toen dacht ik, ja, ik doe het. En ik ben er echt heel blij mee. Dit is waarschijnlijk op dit moment, ondanks dat het herfst is, een van de kleuren die ik elke dag draag. Zo, dat waren de roze kleuren en nu gaan we door naar de bruine. Daar heb ik ook weer twee van. De ene is Verve en de andere is Paramount. Twee bruine kleuren voor misschien een leek. Twee bruine kleuren die heel erg op elkaar lijken. Maar ik zal ze even van dichtbij laten zien. En dan zie je dat ze toch eigenlijk wel heel anders zijn. Even kijken. Deze is Paramount. Er zit meer wat oranje in. En als hij nou even focust. Aan de onderkant zie je Paramount met wat meer oranje. En aan de bovenkant Verve met wat meer rood erin. Chestnut, de lipliner. Dit is Paramount met een mooie satin finish. En zoals je ziet, deze draag ik echt veel vaker. Okay, dan gaan we door naar de wat rodere tinten. Daar heb ik er vier van. Ik heb eentje, die heet All Out Gorgeous. Dat is Mineralized Rich. Mineralized. Maar die heb ik gekocht en ik draag hem eigenlijk nooit. Maar ik weet niet, ik vind de finish eigenlijk niet zo mooi. En dan gaan we naar de volgende. En dit is wel een hele populaire eigenlijk. Dus ik denk dat heel veel mensen deze ook hebben. Een mooie matte kleur. En dit is de kleur die is voor Danger. Normaal draag ik die met een lipliner. Maar die heb ik op dit moment even uitgeleend aan mijn moeder. Dus ik laat hem even zonder liner zien. Het is een hele mooie, felle rood, roze, paarsachtige kleur. En ondanks dat ik hem nu echt, dat ik hem nu op heb, dat ik denk, oh ja, deze is echt heel mooi. Draag ik hem eigenlijk helemaal niet zo vaak. Gaan we door naar Diva. Ook weer een mooie matte kleur. En dit is denk ik wel mijn tweede favoriete kleur die ik draag. En hij is ook wel bijna op. Kijk. En zie hier Diva. Dit is toch echt wel mijn favoriete kleur voor in de herfst, moet ik zeggen. Ik heb hem nu omlijnd met Cherry. Dan is hij even wat zachter. En als ik Current gebruik, dan zijn de lijnen even wat scherper. Maar wel heel mooi. Ik sta voor het raam te filmen. En mijn buurvrouw zal denken, is die gekke vrouw weer bezig? Oké, de volgende rode is trouwens de laatste rode. En dit is mijn meest favoriete lipstick die ik heb van MAC. En waarschijnlijk van meerdere, want dit is MAC Ruby Woo. En hij is zo mooi. Weer gebruik ik Cherry. Kijk eens hoe mooi. Heb je nog geen lipsticks van MAC? En wil je erin gaan investeren? Want ze zijn niet goedkoop. Ze zijn 19 euro of ze zijn nu 20 euro. En je weet niet welke kleur, dan raad ik je sowieso MAC Ruby Woo aan. Je kan hem altijd dragen in de herfst, in de lente, in de zomer, in de winter. Maakt niet uit wanneer. Dit is echt
mijn favoriet. De volgende twee kleuren die ik je ga laten zien zijn twee paarse tinten. En ik begin met Viva Glam 3. Die is van 2 of 3 jaar geleden. Ik weet het eigenlijk niet. Ik durf het niet te zeggen. In ieder geval Viva Glam. Dat zijn de lipsticks. Die worden verkocht ter ere van Wereld AIDSdag. En dan gaat de gehele opbreng van de lippenstiften gaan naar het AIDSfonds. Dat was toevallig laatst nog. Ik gebruik Viva Glam met de kleur Vino. Dat is een mooie paarse kleur. Kan je nagaan dat vroeger, toen ik volgens mij naar de middelbare school ging, dat ik een zwart lijntje om mijn lippen droeg. En verder niks, geen lipstick, niks. Oh, ik kan me niet voorstellen. Dit is dus Viva Glam 3, een hele mooie matte kleur. Maar deze is niet zo mat als Ruby Woo. Want Ruby Woo is, een retro mat. Dus die is echt heel stug. En deze glijdt gewoon wel lekker over je lippen. Maar geeft wel een mooi mat effect. En nu ik hem op heb, denk ik, deze moet ik echt vaker gaan dragen. Oké, eerlijk waar, hoe mooi is deze kleur? Oh, ik hou hier erg van. Oké, dan zijn we aangekomen bij de laatste kleur. En dit is de meest donkere kleur die ik heb. En het is de kleur Media. Het is heel mooi bruin. Ik heb hem zelfs een keer gedragen met een zwarte liplijner. Mijn lippen helemaal ingekleurd met zwart en dan deze. En dit is zo mooi. Ik ga hem gewoon laten zien. En voilà, echt een kleur die je moet proberen. Ik denk ook dat die bij iedereen heel mooi staat. Het is gewoon alleen een kleur die heel erg opvallend is. Maar zoals nu, gewoon een basic lookje. Vind ik hem echt heel mooi. Hey, dat was mijn video waarin ik laat zien wat mijn MAC Lip Stash is. En eigenlijk zijn behalve, moet ik zeggen, All Out Gorgeous, zijn ze allemaal wel favoriet. Ik moet ze eigenlijk wel wat vaker dragen, want meestal draag je toch 2 of 3 veel vaker. Dat was mijn MAC Stash. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En laat even weten wat de volgende video is die je wil zien. En dan zie ik je in de volgende video of in mijn vlog. Doei!